De nieuwe plaat van deze Amsterdamse indieband Ed Boedekan wordt gepresenteerd op Valentijnsdag als onderdeel van een protestavond tegen liefdesverdriet. En dat vindt allemaal plaats in Club Trouw in Amsterdam. Hospital Bombers, Jan. Een protestavond tegen liefdesverdriet? Om er een einde aan te maken. Hoe kan je er in hemelsnaam een einde aan maken, man? Dat gaan we proberen. Hoe denk je het te kunnen? We worden geheeld op die avond. Wat betekent dat? We gaan allemaal een healing sessie in. Ik weet niet of dat meer dat goed is tegen het liefdesverdriet uit het verleden. Maar misschien ook voor de toekomst. Ja, ik ben heel benieuwd. Wie doet er nog meer mee eigenlijk? Spinvis gaat nummers zingen om het te verdrijven. En Unco Ehrenstein. En nog talloze. Ik ben benieuwd, man. Heb je wel eens heel erg liefdesverdriet gehad? Wat was het diepste punt? Het diepste punt, hoeveel? Dat weet ik. Ja, dat is, ik denk dat iedereen dat zo kent, hè? Zeg het maar. Dat is... het diepste punt is dagen niet eten en dat soort shit, maar dat willen we niet meer. Gaat nooit lukken, jongen. Maar goed, toch een leuke avond gewenst. Wat gaan jullie spelen? We gaan traditional Maori fight song nummer 9 spelen. Lijkt me prima. Lijkt me uitstekend. Niet zo moeilijk als het. Dit Hospital Bombers is een protestavond tegen liefdesverdriet in Club Trouw in Amsterdam. Plaat ligt in de winkels.